Ik heb altijd met mensen gewerkt. Dan komt dit op me af. Ik denk dat als ik in Utrecht gewoond had, dat er weer iets anders gebeurd was. Ik denk dat ik toch wel een zondagskind ben. Ik geloof dat dingen lukken en dat dingen mogelijk zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, nou ja, ik heb het wel gehad. Het is niet gelukt. Je moet dromen, maar je moet ook geloven in de beperkingen, dat niet alles kan. Als je die spanning vasthoudt, dan kan je heel oud worden. Dus je moet dus geduld hebben en je moet wel vast blijven houden. Dit gebied heeft geschiedenis. Hier is het begonnen. In 1903 zijn ze hier begonnen te bouwen. In 1904 is het geopend. En hier op de bovenste verdieping, daar zat de chef van de wagenwerf, de hoofdchef. Hij zat ook daar. Hij kon ook over het hele terrein uitkijken. Hij hield de boel in de gaten. Dus dit is een beetje het hart, het vroegere oude hart. En dan heb je daar die bankjes. En dan ging het kantoorpersoneel. Die gingen daar hun lunch eten. Ja, en er waren ook niet zoveel vrouwen op de wagenwerkplaats, hè? Dus vrouw kan zich wel permitteren. Ik ga hier wel op het bankje van de directie zitten. Ja. Je ziet ook het spoor langs komen, dus de treinen. Dus hier werkte je voor. In 2000 is de wagenwerkplaats gesloten. In 2003 was het hier echt verloederd. Ging helemaal achteruit. Wij zijn er toen voor gegaan. En je ziet dan na 7, 8 jaar zie je het gebied tot leven komen. En iedereen, geloof nou maar, iedereen die hier komt, die heeft er zin in. Wij zijn als Clinic Lounge ontzettend blij dat we hier in dit prachtige pand zitten. Joke is echt de vrouw geweest die het initiatief genomen dat deze prachtige gebouwen er nog staan. En dat dit hele terrein opnieuw ontwikkeld wordt en weer helemaal een nieuw leven krijgt. Nou, je ziet hier dit geweldige gebouw, de Vierensmederij. Hier werden vroeger de grote vieren gesmeden die onder de treinen zaten. Je ziet dus alle schoorstenen, die zijn weer teruggebouwd. Die waren allemaal helemaal kapot. Wij maken daar nu opera. Joke is eigenlijk initiator geweest om dit hele terrein weer op te knappen. Wat mij het meest nog boeit is de geschiedenis van mensen die hier gewerkt hebben. Je moet dat respecteren. Ik zal je wat vertellen. Daar fietste een meneer langs en ik zei goeiedag. Dat is iemand die hier in de buurt hierachter woont. En ik weet dat hij altijd op het station heeft gewerkt. Die komt toch maar even een ommetje rijden om te kijken hoe het eruit ziet. Die heeft daar niks te zoeken. Hij rijdt om, hij gaat even over de wagenwerkplaats, even kijken. Dat is het goede teken. Ze houdt in de gaten hoe het hier is. Ja, ik moet dit toch eventjes laten zien hoor. Dit is het oude magazijn. Echt een heel mooi gebouw. En moet je zien wat een licht hier binnenkomt. Ja. Heel trots ben ik erop hoor. Het bedoeling is een muziekbedrijf dit gaat huren. En die geeft het weer in gebruik aan een DJ-school. Hier komt een dansgroep. En heb je natuurlijk ook al bedrijven die hier naartoe willen gaan. En wij zeggen nee, dit moet echt ook een cultureel gebied worden. Toch iets van een broedplaats. En het belang is ook dat we hebben hier een buurt hierachter. Dat is het Soester Kwartier, dat is een oude arbeidersbuurt. Dus we willen graag dat wagenwerkplaats bewaard ook blijft voor de bewoners die daar vlak achter wonen. Hierop. Nou, we zijn hier aan de Eem, hè? En dat is die fabriek daar, helemaal ver buiten Amersfoort, vieze industrie. En je zou het dus kunnen slopen, maar je kan er ook weer een hele nieuwe, mooie locatie aan de Eem van maken. Dat is de grote opgave. Twice.
I turn my back on you. Dag, Joop. Brugwachter. Ja, goed zo. Je moet niet te veel denken. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus en ik wil zo. Want dat haal je nooit. Je moet de rust nemen, om je heen kijken. En dan komen de dingen die de moeite waard zijn om iets voor te doen, die komen naar je toe.